VVV Roda. Zin in de derby? Vraagteken? Ja, heel veel zin in. Maar er zijn al signalen in het Venlo's dat ze de wedstrijd bij voorbaat al willen verstieren, supporters. Oh. Van VVV in dit geval, door bekers te gaan gooien. VVV mist twee spelers, de spits en... ja, Cuesta en Timber. En Timber, ja. Zitten natuurlijk nou de laatste wedstrijden ook in een moeilijke fase. Dus er schijnen bij de lokale driehoek al veel geruchten te zijn dat zaterdag dus een snelle staking kan worden. Dat zou ik toch wel verschrikkelijk vinden. En ook om aan te geven wat ik hier al een aantal keren verteld heb. Die strafmaat, een wedstrijd staken omdat een bekertje gegooid wordt met bier en waarbij niemand geraakt wordt. En luister, als iemand geraakt wordt, dan... wegwezen. Ja. Maar die is zo zwaar. Daar worden zoveel mensen de dupe van. Dat vind ik gewoon niet terecht. VVV Roda is gewoon een hele leuke affiche zaterdagmiddag 16:30. Waarvan ik denk van, nou, VVV heeft moeite de laatste tijd om tegenstanders waar ze eigenlijk van moeten winnen, om daar het spel te maken. Nou hoeven ze niks. Komt de koploper. Dan ben ik ook benieuwd naar VVV. Maurice, maar dit past zo niet. Pas bij geen enkele club, maar dit past zo niet bij Venlo. En jij moet wel VVV... Ik heb ook uit het Venlo's gehoord, jij zegt altijd Venlo, je moet VVV zeggen. Is het VVV-Venlo? Het is VVV-Venlo, maar jij zegt VVV nooit, altijd alleen maar Venlo. Maar even dank je aan het kost van de zendtijd. Dat moest ik even corrigeren. Niet bij VVV. Dankjewel voor de correctie. Eén, het wordt bij geen club. Zeker niet bij zo'n nette club als Venlo. Je benaalt die club. Ze staan al onder water financieel. Je krijgt er ook nog een boete voor. Je benadeelt alleen maar je club. En ik zou zeggen, je schiet er niks mee op. Hè? Je moet met dezelfde opstelling weer starten. En dus komt er geen bier in het stadion. Ja. Dan moeten ze zelf bekertjes mee. Die twee spelers die staan niet op het formulier zaterdag. Dus die kunnen ook, als het daarna gespeeld wordt, niet meer meedoen. Ja. Ja, het gaat nergens over. Ze hoeft niet naar mij te luisteren. Maar ik zou echt de eer hoog houden van de club. Van VVV. Het is maandag. Misschien dat ze het voor zaterdag nog tot bezinning komen. En het zeker niet doen. Dan het spandoek op. Ja. Ja.